wagens met zandzakken gebracht, alles. We willen eigenlijk iedereen bedanken die ons geholpen heeft. Maar het heeft niet mogen baten, want het water loopt gewoon stromend onder de dingen door. Verdriet en dank, dat waren de heersende emoties van de afgelopen 24 uur. Zo goed onder woorden gebracht door deze mevrouw in Well. Duizenden vrijwilligers die houden Limburg vooralsnog veilig voor het wassende water. En duizenden Venlonaren die kunnen nu vanavond op dit moment terug naar huis. Daar zijn we zo dadelijk live bij. We praten erover, de laatste ontwikkelingen, de gevaren voor de komende dag en de uitdagingen voor de toekomst. En dat doen we op de plek waar de Maas Nederland binnenkomt, in IJzermarkgraven. En vannacht welkom dus vanuit IJzermarkgraten, waar we eigenlijk aan de oever van de Maas zouden zitten. Maar daar lopen we op dit moment in de weg, dus we hebben het hoger opgezocht. We zitten in Bemelen op de Bemelenberg, zoals u ziet, hoog en droog. Met op de achtergrond eigenlijk het dal, het gebied, wat eigenlijk ontsnapte aan een grote overstroming. Het scheelde 3 centimeter volgens burgemeester Annemarie Pen van Maastricht. Maar dus mooi hier op de Bemelenberg bij Hotel Bergrust, waar we kunnen kijken naar toch een mooie zondag. En dat doen we onder andere met François Verhoeven. U bent projectleider Grensmaas. Van harte welkom. Goedenavond. U bent een trots man, denk ik, vandaag. Wij zijn trotse mensen. Ja. Dit is toch de ultieme test geweest dat het project werkt. En dat het werk wat we samen met de omgeving hebben gerealiseerd, dat toch tot uiting komt. En niemand natte voet heeft gekregen in dit gebied. Ja, we moeten nog even afkloppen. Maar vooralsnog gaat het heel goed. Patrick van den Broek van het Waterschap Limburg. We hebben nog een probleempje bijvoorbeeld bij Nieuwbergen en Bergen. Ja. Is dat het meest cruciaal? Of zijn er nog andere punten in Noord-Limburg waarvan u zegt, daar maak ik me nog een beetje zorgen over? Nee, dat is wel. Is daar eigenlijk wel het belangrijkste bij. En ja, goed. Ik zeg het iedere avond, ijs en wereldienende. Je weet het pas echt zeker als die golf echt uit Limburg is. Nou, dat zal maandag, dinsdag definitief gebeurd zijn. En dan kijken hoe de vlag erbij hangt. Een aantal plekken zal gewoon wel schade zijn. Ja. Schaag Hox, ook van harte welkom. U bent burgemeester, waarnemend burgemeester moet ik zeggen nu. Hier in de gemeente IJzermarkgraten. Er zou eigenlijk gefietst worden vandaag. En met dit zonnetje zou je denken, waarom kon dat niet? Ja, het zou zeker gekund hebben. We hadden overigens ook met deze voorstelling richting IJzer kunnen gaan, want het is spik en span schoon gemaakt de afgelopen weekend. Het komt ook omdat wij in verhouding tot alle andere gemeentes hier in de omgeving heel weinig overlast gehad hebben. Dat we goede maatregelen genomen hebben. Maar ik denk, en dat hebben we met de organisatie over gesproken, dat het volstrekt onterecht zou zijn als wij vandaag hier, als we de toestemming hadden gegeven, in het Heuveland gefietst hadden. Daar waar ze in Valkenburg echt flink aan het poetsen zijn. Waar ze in Gulpen-Witte flink met elkaar aan het werken zijn. En in Meersen. Ik denk dat we gelukkig mogen zijn dat de organisatie samen met de gemeente gewoon besloten heeft om niet door te laten gaan. Ja, om toch inderdaad het goede perspectief te kiezen. En politie en hulpdiensten hebben inderdaad deze dagen andere prioriteiten. We gaan naar de veiligheidsregio Limburg-Noord. Daar was om 7 uur een persconferentie. En Ruud van Broekhoven, moet ik zeggen, die was erbij. Ruud, wat is het laatste nieuws? Ja, goed nieuws vanavond bij de persconferentie. Veel mensen mochten vandaag naar huis die geëvacueerd waren. En waarom mogen ze terug? Omdat heel veel dijkexperts die dijken vandaag getest hebben. En die dijken zijn goedgekeurd. Ook de dijk bij het Ficurie ziekenhuis die is getest. Vanmiddag is daar een gesprek geweest. En daar blijkt ook alles in orde te zijn en kan er vanaf morgen opgestart worden. Dat wil niet zeggen dat je morgen weer een afspraak in het ziekenhuis kan krijgen. Want het lijkt zo te zijn dat het opstarten van een ziekenhuis veel meer voeten in de aarde heeft dan een ontruiming. En daarom is vanaf woensdag iedereen welkom. Kortom, vanavond heel veel positieve berichten. Al is er heel veel ellende geweest. En die ellende, ja, die hebben ze heel veel mensen die hebben geholpen om die ellende weg te krijgen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord noemt het ook dat hier Limburg-Noord de mensen, de dijken, het water, iedereen door het oog van de naald zijn gekropen. Ja, door het oog van de naald kruipen, ook dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Mensen van Defensie, mensen van het waterschap, die hebben meegewerkt om bepaalde zwakke plekken te versterken. Dat is goed gegaan. En dat betekent dat de resterende zwakke plekken die er zijn, dat die echt versterkt moeten worden. Daar is ook geld voor gereserveerd, 750 miljoen. En dan is heel Limburg veilig, denken wij. 1 keer in de 100 jaar gemiddeld.
Ja, en een hele toepasselijke tolk, gebarentolk, werd hier aan tafel al geconcludeerd. Ja. Irma Sluis was er ook bij. Patrick van den Broek, gisteren zat hier Nastasja Cornelis ook aan tafel van Vicurie. Die zei, we gaan overleggen met het waterschap om te kijken wanneer we open kunnen met Vicurie. Wanneer we de patiënten weer kunnen ontvangen. Ja. Waar lagen de drempels? Nou ja, kijk, we kijken dan vooral ook naar de verzadiging van de dijk. En daar hebben we dijkinspecteurs voor. En die beoordelen die dijk of die nog voldoende stevigheid heeft. Want ja, iedereen begint nu weer te denken van nou, de zon schijnt en het is opgehouden met regen. Het niveau daalt weer. Het kan net zo goed zijn dat je over 2 weken weer zo'n bak te verwerken krijgt. En dus is het heel erg belangrijk dat we de dijk goed inspecteren. En als onze inspecteurs zeggen van nou, het ziet er goed uit. Dan leggen we dat advies voor aan de veiligheidsregio. En daar vindt uiteindelijk de beslissing plaats. Mensen kunnen terug, in dit geval het ziekenhuis kan weer in bedrijf gezet worden of niet. Ja. Het besluit werd in ieder geval al genomen dat honderden mensen kunnen terugkeren naar de regio Venlo. Dat is op dit moment aan de gang. En Tom Doesburg die staat in Arsen. Daar keren de mensen dus nu terug. En Tom, gaat de vlag al uit? Ja, nou, ze zijn heel druk bezig met alles legenpompen en zandzakken van de deur weg. En alles binnenkijken of wat er weer allemaal verplaatst moet worden. En daarna gaan misschien wel de vlaggen hier in Arsen uit. Grote kans. Ik denk een grote opluchting hier bij de inwoners die langzaam maar zeker terugkeren hier naar Arsen. Want het complete dorp is geëvacueerd geworden. En ik denk, als ik dat vraag aan een van de inwoners van Arsen, Huub Verheid. Huub, goedenavond. Ik denk dat veel mensen, die zien weg geweest, toch? Ja, ik denk dat iedereen echt heel blij is dat er weer terug de deur bent meug. Vooral de oudere mensen door, die in 1993 en 1994 mee hebben gemaakt, voor die is dat best traumatisch geweest. En iedereen is echt blij dat we weer terug kennen. Zusog en de mensen. Ja, dat stralende doet. Het wordt ook gelijk op de app gezet. Er wordt gebeld. Gelijk allerlei mensen gemobiliseerd om weer spullen terug te brengen. De auto's rieden weer in het dorp rond. Het wordt 3 dagen uitgestorven. Of ja, 2 dagen uitgestorven. Sinds wie laat besticht terug? Ik ben vanmorgen op tijd begonnen. Wij het hoes hier maar leeg geruimd. En ik heb dat gelijk gebroekt om hem alvast wat te poetsen, zodat we de spullen weer netjes terug kunnen zetten. Ja, okay. En dat geldt voor de Euvelburen en zo, door stijden ook alles hoog? Iedereen, bij ons in de straat heeft iedereen alles zo'n beetje uitgeruimd, want in het vorige hoog water heeft het meer dan een meter hoog gestaan bij ons in de straat. Dus iedereen wordt voorzichtig en heeft op tijd geacteerd en vriendig wordt en komen en gewoon van mensen die alles ingeruimd hebben en weggebracht hebben of hoe heb ik zat. En u hebt vanavond in je eigen bed? Dat zit er wel in, ja. En Maurice de Heus vroeg of de vlaggen uit gewoon? Hier in Arsen gewoon zeker de vlaggen uit. Als er een feestje gevierd kan worden, dan zullen we dat hier niet laten. Proficiat, dat klinkt misschien een beetje raar om mensen hier te feliciteren, maar ze ontvangen het en ze begrijpen het en ze vinden het natuurlijk volledig terecht hier in de dorpskern van Arsen. Nou, dankjewel Tom, we komen straks even bij je terug. Maar mooi inderdaad dat sentiment, dat het wordt inderdaad wel provinciebreed gedeeld. We kunnen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Die heeft op zondagavond gelukkig nog even tijd voor ons. Heeft ook meegekregen dat Arsen langzaam terugkeert. Cor van Nieuwenhuizen, fijn dat het nog even kan, dat u even tijd voor ons heeft. U was gisteren in Ooijewansum bij het project. Wat heeft u daar voor indruk aan overgehouden? Ja, we gaan even knutselen aan de audio. Komen ze dadelijk terug bij Cor van Nieuwenhuizen. Met dus inderdaad de vraag wat zij dacht van het project in Ooijewansum. Dat, paradoxaal genoeg, eigenlijk een weekje voor deze watersnoodramp, wat ze mag het wel ondertussen noemen, geopend werd. Maar nu, een week later, al meteen geconfronteerd werd met de stresstest. We kunnen nog even terug naar mevrouw van Nieuwenhuizen, naar de minister. Want de vraag, ik begreep, u hoorde ons wel, maar wij u niet. De vraag was welke indruk u over had gehouden van dat project. Nou ja, ik heb samen met Patrick van den Broek bij jullie in de uitzending kunnen zien dat met de inzet van iedereen van het waterschap, maar ook van Rijkswaterstaat, gemeente, politie, brandweer, heel veel vrijwilligers, de projecten die daar uitgevoerd zijn in die 30 vierkante kilometer, dat die gedaan hebben waar ze voor bedoeld zijn.
En dat sterkt mij alleen maar meer om de projecten die nog op de rol staan, overal langs de Maas, om die ook met grote snelheid nu verder op te pakken. Ja, maar om maar meteen daar met de deur in huis te vallen, want de grootste problemen eigenlijk op dit moment in Well, daar ligt nog een nooddijk van 1996, dus dat is ondertussen 25 jaar geleden. Die zou eigenlijk tijdelijk zijn, maar dat is nog niet opgelost. Hoe kan dat nog altijd niet gebeurd is? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel projecten opgestart. En je moet ook altijd een goed proces hebben in de regio. En ja, eigenlijk nog niet zo lang geleden was ook de vraag van, is het nou allemaal wel nodig? Hè? Met name vanuit de provincie Limburg kwam het verzoek of het hier en daar ook niet een tandje minder kon. Nou, ik denk dat we daar nu met z'n allen gelukkig wel heel anders tegen aankijken. Dus ik hoop ook dat we nu echt op die trajecten waar het nog moet gebeuren, echt de vaart erin kunnen krijgen. Ja, ik kom zo bij je terug, maar we hebben een oud-gedeputeerde aan tafel zitten, Patrick van den Broek. Ja. Heeft mevrouw van Nieuwenhuizen gelijk? Moeten we ook naar de provincie kijken? We hebben het wel als heel erg lastig ervaren als waterschap. Als je in allemaal die zaaltjes staat op die 16 verschillende plekken waar we nog wat moeten doen. En dat je op sommige plekken de vraag krijgt van ja, moet dit eigenlijk allemaal wel? En dan zie je toch dat collectieve geheugen, net als die Stoise Repet. In 1926 hebben wij ons eerste echte hoogwater gehad in Limburg. Niemand wist dat meer in 93, niemand wist het meer in 96. We zijn ondertussen al 20 jaar verder, nu is het weer van... Maar u bent in de tussentijd natuurlijk ook gedeputeerd geweest, in jaar 5. Ja. Nou, en daar hebben we ook geprobeerd om een forse aanzet aan te geven. Want ik roep nog even in herinnering, in 2011, op 10 november 2011, hebben we met de toenmalige staatssecretaris Atsma, hebben we daar afspraak gemaakt. Grensma zat toen in zwaar weer en ze mochten dan meer grind ontgraven, want het is een zichzelf financierend project. Toen hebben we ook de afspraak gemaakt voor 125 miljoen bijdrage vanuit het Rijk voor Ooijewansum. En er zijn 170 miljoen euro afgesproken voor het dijkenprogramma. Dus in die zin, ja, daar zijn toen feitelijk al de financiële afspraken gemaakt. En dan is het daarna ook aan de waterschappen om het uit te voeren. Mm-hmm. En daar waren de waterschappen toentertijd ook mee begonnen. Had een tandje meer gemogen. Portfeuille de Teeuwen geeft er vol gas op nou. Ja, prima. Weten we in ieder geval waar de knelpunten liggen. Gaan even terug naar minister van Nieuwenhuizen. Want we weten natuurlijk dat die watergolf, dat gaat nu richting Brabant, Gelderland. U kent de situatie natuurlijk in Limburg, bent u ook komen kijken. Is die huishouding, de werken die hier uitgevoerd zijn, kan dat een voorbeeld zijn voor andere provincies? Nou zeker, zo'n project als Ooijewansum, waar ook breder is gekeken, hè, waar ook eigenlijk het hele gebied goed bekeken is en je bijvoorbeeld ook ziet dat er in het project ook een randweg is gemaakt waardoor het zware vrachtverkeer niet meer dwars door een dorpskern hoeft. Ja, dat is een prachtig voorbeeld van waar we eigenlijk in heel Nederland mee aan de slag gaan. Ik ben nog niet zo lang geleden in Overijssel geweest, waar bijvoorbeeld ook een dijkverlegging was. Dan heb je het over de rivier de IJssel. En in het hele rivierengebied in Gelderland, op meerdere plekken kan dit echt worden toegepast. En trekt u nu nog extra conclusies uit wat er gebeurd is de afgelopen dagen? Spoort het u aan om een tandje hoger te schakelen? Of zegt u van ja, we moeten uitvoeren wat we afgesproken hebben en dit was eigenlijk een incident? Nou, ik denk dat we door de klimaatverandering, je mag van de wetenschappers niet één op één een koppeling maken. Maar ik zie wel dat, dat zeggen de wetenschappers ook wel, dat het extreme weer zoals dit gewoon vaker voor gaat komen. Dus ik vind het echt wel zaak dat we met z'n allen gewoon doorpakken om de projecten die lopen, om die verder snel tot realisatie te brengen. En we hebben in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma ook te kijken naar hoe de toekomst zich ontwikkelt. En we hebben nog 1000 kilometer dijk te gaan in Nederland om aan de nieuwe normen van 2017 aan te passen. Dus we hebben nog een flinke klus met z'n allen. Ja, nu heeft een oud-medewerker van L1, Tom Jesse, oud-collega, een hele leuke podcast op dit moment. Doet hij met Maarten van Rossum. En daar ging het onder andere dus over die situatie in Limburg. Die watersnood, want ze mogen het ondertussen wel noemen. En ook de vraag, ja, is dat nu inderdaad te wijten aan klimaatverandering of niet? Dit zei Maarten van Rossum. Waarom doen de nieuwsmakers toch altijd alsof het voor het eerst, het is al nooit eerder gebeurd, het is zo uniek. Het weer zit vol met freak-incidenten. Maar als je wil weten of er klimaatopwarming is, of dat neerslag toeneemt, kijk dan naar de lange termijn cijfers. En ja, dan is er klimaatopwarming. En ja, de neerslag in Nederland is ook over een langere periode toegenomen.
geloof ik dat elk freak-incident in het weer ook het gevolg is van de klimaatopwarming. Dat blijft onbewezen. Ja, mevrouw van Nieuwhuizen, bent u nu eens met Maarten van Rossum die zegt, dit is een freak-incident. Dit is eigenlijk dusdanig incidenteel. Je kunt het niet per se wijten aan die structurele klimaatcrisis. Dat moeten we eerst nog bewijzen. Nou, dat probeer ik ook aan te geven. De wetenschappers zeggen, je mag er niet één op één een verband tussen leggen. Maar als ik kijk wat ik in mijn ministerschap al heb meegemaakt. In 2018 was het in de winter ook behoorlijk hoog water. En hebben we gezien dat bijvoorbeeld bij Nijmegen de Nevengeul ook vol aan het meestromen waren. We hebben in 2018 en 2019 ook extreem droge zomers gehad. Met hele hoge temperaturen, veel hittestress. Dat is de andere kant van de medaille. We hebben onlangs nog in Leersum bijvoorbeeld ook gezien, elders in het land, ook enorme heftige weersextremen. Dus het komt wel gewoon steeds vaker voor. En dat zeggen ook de wetenschappers. Dus of het nou één op één wetenschappelijk te bewijzen is, is iets anders. Maar iedereen zegt wel, het gaat vaker voorkomen, dus je moet je ervoor wapenen. En dat heb ik ook gemerkt in de contacten met de Duitse collega's uit Rijnland-Pfalz en Noord-Rijn-Westfalen en ook de collega uit Wallonië. Iedereen wil graag, als de rust weer is gekeerd in augustus, ook met ons om tafel om te kijken of we in het hele stroomgebied beter samen kunnen gaan werken. En zij willen ook graag leren van onze ruimte voor de rivierprojecten. En wat mij betreft gaan we dat ook uitbreiden op wat kleinere schaal naar ruimte voor de beek, et cetera. Ja, minister Goren van Nieuwhuizen, hartstikke bedankt voor uw tijd. Fijn dat u even kon meepraten. En als dan het verhaal gaat over de communicatie met België, met Duitsland, dan kom ik even bij de burgemeester van IJzermarengaten op dit moment. Want u werd verrast met alle ontwikkelingen in België. Er was geen seintje, of wel? Nou, verrast, toen wij afgelopen dagen bezig waren met, wat komt op ons af? Dan ga je bekijken welke informatie je krijgt van het waterschap, welke informatie je krijgt vanuit de regio. En wat ons opviel is dat het vooral landgebonden, provinciegebonden, regiogebonden informatie was. En waar wij last tussen aanhalingstekens van hadden, is dat telken malen in de media ook, maar ook daarbuiten van horen zeggen, ons werd medegedeeld dat er in België verschrikkelijke dingen gaande waren die effecten zou hebben op datgene wat met de maan zou gebeuren en daarmee ook van invloed zou zijn op onze huishouding. Daar hebben wij op donderdagavond bij herhaling op gevraagd van, nou, kom eens met informatie, wat betekent dat nou? Probeer nou eens de realiteit onder ogen te zien. En dat vraagt u dan na bij de autoriteit van Wallonië? Ja, de veiligheidsregio, die kregen ook geen informatie, tenminste wij kregen heel laat informatie. En daarom ben ik wel blij met de opmerking van de minister dat hij zegt van, wij moeten op korte termijn rond de tafel gaan zitten met de mensen in de regio. En wat mij heel wat waard zou zijn is dat in plaats van dat we al 25, 26 jaar, misschien wel 30 jaar over de EU-regio praten, toch eens een keer met elkaar ook daadwerkelijk afspraken maken, hoe we elkaar informeren, hoe we elkaar ook in de gezamenlijkheid kunnen ondersteunen. Dus heel gek dat je buren hebt die een ander regime hebben. We hebben hier ook nog de Walen en de Vlamen bij elkaar. Taalproblemen spelen altijd een rol, maar informatie moet toch eenduidig zijn en ook inschatting van de gevaar moet eenduidig zijn. En daar hebben we gewoon last van gehad. Ja, en het belang daarvan is natuurlijk extra duidelijk geworden deze dagen. Ja. Maurice, even tussendoor. De minister zei nog iets ontzettend interessants. Ze zei van naast ruimte voor de rivieren hebben we het over hoogwaterveiligheid. Ze zei, er moet eigenlijk ook een programma komen, ruimte voor de beek. En dat vind ik een hele krasse uitspraak die ze doet. Want als een minister die uitspraak doet, dan betekent dat ook dat daar geld aan gekoppeld is. En in die zin, of het klimaat nou verandert of niet, ik vind het een soort theoretische discussie. We zien dat het allemaal verandert. En waar het vandaan komt, vind ik ook niet zo spannend. Maar we zullen wel met die beken aan de slag moeten. Als waterschap doen we dat al met ons programma Water en Balans. En het is echt een hele belangrijke uitspraak die de minister doet. En zegt van, eigenlijk moet er ook zo'n programma komen voor beken. En dat wilde ik toch nog eens even hier onderstrepen. Heel goed, we gaan hem losknippen en bewaren. En eventueel, zou hem nodig hebben, dan hebben we hem. Ja. We gaan naar Nieuwbergen en Bergen, want daar is het super spannend. Hoe gaat het daar met het water? Want we weten dat die gebieden een beetje van elkaar gescheiden zijn. Alexander Dekker, die staat er, die heeft er eigenlijk de hele dag gebivakkeerd. En de vraag aan Alexander natuurlijk van, hoe is de situatie op dit moment? En zijn er nog mensen, Alexander? Nou, het is toch wel een hele bijzondere situatie hier, hoor. Dit is de enige verbindingsweg naar de overkant. Daar ligt het dorpje Bergen.
En Bergen is nog wel verbonden met het andere dorp aan de overkant, Aaien. Maar verder is het helemaal afgesloten van de buitenwereld. En achter die dorpen heb je dus de Maas. Het is dus een eiland geworden. En als je dan de vraag stelt van ja, zijn daar dan nog mensen? Het antwoord is ja, zeker. En die maken daar het beste van, heb ik gehoord van het leger. Die hebben nog wel contact met wat brandweermensen die daar ook nog zijn. Carnavaleske sferen heb ik vernomen. Ik moet het maar aannemen, ik weet het niet heel erg zeker. Dan die wijk daar. De mensen is gevraagd afgelopen vrijdag om weg te gaan, te evacueren dus. Ja, dat hebben ze niet gedaan, omdat ze zelf zeggen, ja, we zijn wel wat gewend. En toen ze zaterdag, gisteren, hier naar buiten keken, ja, toen stond het helemaal blank. Maar toch zeggen ze, we blijven gewoon in huis. Het water is een gegeven hier. Ja, we weten wel raad met dat water. Wanneer mogen we dan wel deze weg gaan betreden? Dat kan nog wel even duren. Het leger zal hier misschien vanavond en anders morgenochtend nog even het water gaan peilen. Als het water tot 80 centimeter op de weg gezakt is, dan kan er weer een voertuig over, een legervoertuig, om misschien toch nog mensen te evacueren die vanuit Bergen toch weer naar het vasteland willen. Ja, dankjewel Alexander. We gaan praten over de grens, maar het is eigenlijk het grootste rivierenproject van Nederland hier in Zuid-Limburg. 43 kilometer waar er aan gewerkt wordt. Met een consortium, eigenlijk een consortium samenwerking van natuurmonumenten, van aannemers en ook van grindbedrijven. Ja. François Verhoeven, interessant project natuurlijk. Zeker nu, speciaal relevant. Nooit eigenlijk zo urgent geweest. Als u nu kijkt naar de situatie van nu en wat er gebeurd is de afgelopen dagen, wat moeten we voor conclusies verbinden aan het project? Waar heeft het goed gewerkt en waar zit u nog uitdagingen? Ja, wij hebben het project zijn al 2007 aan het werk langs de grens. Maals begonnen in het zuiden bij Itteren. Mm. En wat je daar ziet is dat we Borgharen, Itteren, bij Geulen aan de Maas het werk al een tijdje hebben afgerond. En daar heeft eigenlijk niemand last gehad van natte voet op dit moment. Dus het project heeft wel zijn nut bewezen. Op dit moment zijn we bezig in Sittard Geleen. Op het laatste stukje, daar zijn we nog bezig tot 2026. Mm-hmm. Nog een jaar voor de afronding. Maar daar wordt nog gewerkt. Dat je daar ziet is dat er in ieder geval ook al substantiële waterstandsverlagingen gerealiseerd worden. En dat toch met gewoon slim koppelen van en delfstofverwinning. Mm-hmm. En hoogwaterveiligheid, zo'n project gefinancierd kan worden met publieke middelen. En is dat een van de redenen bijvoorbeeld dat het in België en Duitsland wel misgaat, maar hier vooralsnog goed afloopt? Of mogen we die causale relatie nog niet leggen? Ja, ik vind het een moeilijke conclusie om die daaraan te verbinden. De grensmaas is toch een specifiek traject. Ja. Heel veel ruimte eigenlijk, toch nog wel langs het Maasdal. In België, daar is de Maas toch wat steiler aangelegd. Dat is een andere situatie. Duitsland, ik denk dat het Rijngebied wel redelijk veilig is, maar de andere beken ook wat steiler gebied is. Maar in dit gebied, hier loopt een goede samenwerking, ook met België. En wat je hier ziet aan de Belgische kant, ook weinig tot niets is gebeurd. Er waren een aantal plekken. Dan bedoel je eigenlijk de Maasvallei? De Maasvallei, ja. Er waren een aantal locaties, maar die waren eigenlijk al in beeld. En daar zijn nog wat zandzakken gelegd, maar dat was het eigenlijk. Ja. Meneer van den Broek, merkt u nu ook dat ineens de relevantie van de projecten veel duidelijker worden voor de mensen die er wonen? Hè? Die zien er natuurlijk al een decennium gebeuren en denken van, ja, waarom is het eigenlijk? Ja, maar ja, nu, ja, deze ja, dagen, ja, zien we wat het nut is. Ja, absoluut. En dat is ook heel erg bemoedigend. Ik ben vandaag twee keer in Ooijewansum geweest. En gewoon mensen spreken je aan op de straat en zeggen van, joh, hebben jullie goed gedaan? Zijn er trots op? Hadden er alle vertrouwen in en het werkt? En weet je, dan heb je het alleen maar over Wansum en Ooijen. Dus over Venraai en Horst en de Maas. Maar daar krijg je een waterstanddaling van 35 centimeter. En we hebben gehoord, het heeft op een aantal plekken 2 of 3 centimeter, maakt dat verschil tussen overstromen of niet. Hè? Dus 35 centimeter is heel veel. Dat heeft zelfs stroomopwaarts bij Venlo nog 20 centimeter verschil. En zelfs in Roermond 5 centimeter. Maar wat wil ik daar nou mee zeggen? In Arsen hebben we bijvoorbeeld nog de normen van 1 op 50. Doordat in Ooijewansum het project is uitgevoerd, is de kans buitengewoon groot dat het in Arsen droog gebleven is. Dus hoogwaterveiligheid gaat niet alleen over je eigen achtertuin of over die van de tuin van je buurman. Nee, het gaat ook over je dorp naast je of over de stad achter je. En dat besef is nu echt wel weer eens een keertje goed op het voetlicht gekomen. Ja. De dingen die we doen, die werken. Dat is echt bemoedigend. En of dat klimaat nou verandert of niet, wat we gemaakt hebben, dat doet het. De grensmaas functioneert fantastisch. Ooijewansum werkt fantastisch. De keringen in
In Neren werken fantastisch, de bypass daar. Het gaat wat dat betreft goed. Nou nog die andere 16 plekken. Ja, het was inderdaad krap in Maastricht bijvoorbeeld. Er is een aantal elementen, of tenminste een aantal mogelijke projecten in de regio Rensmaas waarvan u zegt van ja, die zouden we nog eventueel kunnen koppelen. Dan zouden we bijvoorbeeld in Roosteren of in Maastricht nog een aantal angels eruit kunnen halen. Dat klopt. We hebben op verzoek van de provincie 2018 een verkenning uitgevoerd. Na een aantal maatregelen die ook al in het Delta-programma van de Maas zaten. En een van de maatregelen daar is bijvoorbeeld de aanleg van een groene rivier tussen Borgharen en Itteren. Om een waterstandsverlaging bij Maastricht te realiseren van meer dan 20 centimeter. We hebben het van de week gezien. Het is heel krap. En dat zou toch wel significant kunnen bijdragen aan hoogwaterveiligheid. En het voordeel van die groene rivier is, omdat daar ook grind in de bodem zit, dat je gewoon een deel van de kosten kunt betalen met de opbrengst van de verkoop van zand en grind. Ja, dus dat is eigenlijk ook hoe de Grensmaas functioneert. Ja. Hè, want dat grind werd verkocht. Inderdaad. En geïnvesteerd. Ja. En in Roosteren? In Roosteren, dat is, dus we hebben aan de Grensmaas een kop en een staart. De staart is bij ons Maastricht. Aan de kopse kant is Roosteren. Het project stopt bij Visserweerd. En we hebben bij Roosteren gezien dat daar toch wel een knelpunt zit. En ook bij Roosteren, daar zit inderdaad ook grind in de bodem. En daar zou je op eenzelfde manier als bij Maastricht ook een groene rivier kunnen maken. Waarbij je ook een deel van de opbrengst van het zand en grind kunt inzetten voor hoogwaterveiligheid. Ja. Staat ook vanaf nu op de agenda. We gaan even naar Neer, naar Lieneke van Lier. Want dat is eigenlijk een dame, we spraken er de afgelopen dagen, die toch wel symbolisch is voor de manier waarop veel mensen met deze toch moeilijke situatie, deze catastrofe, zo mag je het ook noemen, zijn omgegaan. Haar hele huis liep onder water. Maar de veerkracht van Lieneke was onwaarschijnlijk. We zagen foto's, Lieneke, van jou en je familie. Die ons echt heel erg inspireerde. Vertel ons eerst even, wat gebeurde er en hoe is de situatie? Nou Lien, vertel. Nou, hallo allemaal. Even denken, wij kregen te horen donderdag dat er heel veel water aan zat te komen. Dus wij hebben al heel snel besloten om alle meubels beneden weg te halen. Keuken hebben we eruit gehaald. Koelkasten, diepvriezen, banktoestellen, alles is weg. En de dag daarna liep het eigenlijk het huis al heel snel vol. Je zag het echt van de afstand aankomen. Ja. Ja. Alles in een vrachtwagen geladen, alles naar boven gedaan. Dus ja. En nu zien we foto's van jullie. En dan zitten jullie te watertrappelen in de overstroming. Was dat toch het overheersende gevoel met alle ellende? En hoe doen jullie dat? Nou, het was echt niet leuk, maar we hebben het beste ervan proberen te maken. We hebben vooral veel gelachen, ondanks alles. Ja, je kunt er niks tegen doen, dus. En hoe is de situatie nu, Lieneke? Hoe gaat het? Met ons gaat het allemaal goed. Het huis is nu eigenlijk al zo goed als leeg gelopen. We zijn nu bezig met de schoonmaak. Ja. Oké. Okay. En kunnen mensen nog iets voor jullie betekenen? Kunnen we nog helpen op een of andere manier? Joep. Ik denk nu op dit moment dat we niet veel meer kunnen. De Maas is goed aan het zakken hier. Ik hoor in Kessel van Willy dat het daar ook heel erg druk is geweest. Die werkt bij de gemeente daar. Dat hij nou heel erg veel met pompen aan het slepen was dit weekend. Ik denk toch niet dat we meer kunnen. Hij is goed aan het zakken nu. En ja, ik denk dat het goed is zo. Ja. Prima, heel goed. Lieneke van Lier, hartstikke bedankt. Heel veel sterkte de komende dagen. Als ik het zo zie, dan slaan jullie je daar prima doorheen. Maar wel mooi dat jullie er op die manier in zitten. En je niet te neer laat slaan inderdaad door pech, want dat was het zeker. We gaan naar Ria Linsen, die staat in Roermond. En die was eigenlijk al de hele dag in Roermond. Heeft daar natuurlijk meegemaakt wat de evacuaties betekenden. Mensen konden langzaam terugkomen. Het water nu lager, dus dat is ook een opluchting. Hoe was de dag voor jou, Riel? Ja, dat klopt, Maurice. Ik ben hier de hele middag geweest. En het was eigenlijk een beetje een soort van feestdag. In tegenstelling tot het noorden mochten ze hier in Roermond weer lekker naar huis. Ja, en als je naar huis gaat, dan voelt dat gewoon ontzettend fijn. Want ze hebben hier 4 dagen lang toch wel in spanning gezeten. Van, goh, blijft mijn huis bespaard? En ja, zoals je kan zien, deze straat en ook de hele wijk is bespaard gebleven. Geen schade. Hier heeft geen water gestaan, zoals bijvoorbeeld in het noorden of in Valkenburg. Maar ja, zoals je kan zien, het is opruimen geblazen. Iedereen neemt alle zandzakken die voor de deur stonden, nemen ze weer mee naar buiten. En ja, hier kijk eens even. Een heel mooi gezicht. Hier hangt een vlag.
En hier hangt een vlag en nog een paar daarachter. Ja, als je hier door die straat rijdt, dan zou je bijna denken dat het 5 mei is, dat het bevrijdingsdag is. Maar ja, zo voelt het wel een beetje voor de mensen, want ze mochten eindelijk weer naar huis. En ze zijn ontzettend blij dat alles goed gegaan is en dat ze gewoon vanavond weer lekker in hun eigen bedje kunnen slapen. Ja, zeker. Welkom thuis. Blij dat we er ook zijn hebben gehouden. Ja. Hoe is de afgelopen dagen beleefd? Spannend. Ik denk dat we een 30, 40 centimeter speling hebben gehad, dus... Dat is niet veel. Ja, dankjewel. Fijn dat we weer naar huis mochten. Ja, zeker weten. Het mooiste van alles vond ik eigenlijk, dat was gisterochtend om 7 uur, werd er aangebeld door een vriend van mij. Nicky, je moet komen helpen met zandzakken slepen. En we stonden daar met 30 man, met het leger, met de politie, zandzakken voor de Hambeek leggen. En uiteindelijk op het einde van de dag, ik denk dat we met 300 mensen stonden. Het water ligt hier 50, 100 meter vanavond zo gaat. Het is overweldigend wie het is geweest, wie iedereen met elkaar heeft gegeven. De buren, iedereen heeft hier alles elkaar geholpen. Mensen die alleen in de straat zijn, hebben geholpen met meubels op te tillen en dat allemaal. Het is wel heel bijzonder en wieveel appjes van Wiense Vrun. Overweldigend, toch wel. Ja, we zien het dictaat van Johan Remkes heeft wel geholpen, want allemaal Nederlandse vlaggen, geen Limburgse. Ja, wordt er gelachen aan tafel. Inderdaad, maar in ieder geval wel, de sfeer was prima in Roermond. En zo zijn er dus beelden die blijven hangen na deze crisis. Dat zijn ongetwijfeld de beelden van Valkenburg. Dat waren toch onwaarschijnlijke scènes die we daar hadden. Maar het is ook het beeld van de koe die in echt te water ging en een graven 100 kilometer verderop eruit kwam en die vandaag teruggebracht werd naar echt. De beelden van de koe die 100 kilometer zwom gingen de hele wereld rond. Inmiddels is de koe weer thuis bij boer Har. Ja, ongelooflijk. Met de koe is het hartstikke goed. Ze ligt fijn te rusten op het stro en ze heeft ook wel wat gegeten. Dus verder is er niks meer aan de hand. En ze is ook onderzocht door een dierenarts. En dat was allemaal helemaal goed. Ja. Dacht u toen u de melding kreeg dat uw koe helemaal in Brabant terecht is gekomen? Ongelooflijk dat zo'n dier zo ver kan afzwemmen. Veel mensen die het verhaal horen willen de koe overnemen om te voorkomen dat ze na zo'n groot avontuur alsnog naar de slacht gaat. Maar boer Har denkt er niet aan om haar te verkopen. Nee, die gaat echt niet naar de slachtbank. Die gaat weer terug in het terrein. Die zal ook nooit geslacht worden. Die zal er altijd mogen lopen. En als het lukt om ook deze koe te vangen, dan staan ze straks weer allemaal lekker in de wei. Ja. Heel goed van boer Har, want hij moest inderdaad nog een aantal andere koeien vangen. Waar er best nog wel wat ontsnapt van de 30 die hij had. Maar zo was er meer goed dierennieuws. Want natuurlijk, in het water was het toch redden wat er te redden valt. En dan was er bijvoorbeeld een muisje dat we allemaal hebben gezien die een veilig heenkomen had gevonden in een schoen. En zij redden zich zo, of misschien is het een hij, tegen het water. Maar heeft in ieder geval de watersoort overleefd. Dit is de koe, die is op weg dan, weten we nu, naar Grave. Zo ver ging die. En er was ook nog goed nieuws uit het Geuldal op het gebied. Dit is de koe, die wordt hier uit het water getrokken. Ook goed nieuws uit het Geuldal in het gebied tussen Meersen en Houtem. Want daar is een kudde Galloway-runderen en die hebben zich ontfermd over een reekalfje. Dat werd 2 jaar geleden ongeveer zonder moeder gevonden. Heeft hier een plekje gevonden en iedereen was bezorgd. Hoe is het met dat reekalfje na die overstroming? Maar u ziet, het is nog wat nat, maar werd vanochtend gesignaleerd met de Galloway-runderen. Normaal gesproken een beetje voorzichtig zijn, want als je er dichtbij komt, wordt papa Galloway boos. Maar in ieder geval, ook die hebben het gelukkig overleefd. En dat is toch allemaal goed nieuws, meneer Van den Broek? Ja, zeker. Dus ik denk dat als je de balans nou voorzichtig gaat opmaken, dat we, burgemeester Anton Scholten zei ook altijd, dat we door het oog van de naald zijn gekropen. Het had niet veel gescheeld of we hadden echt dezelfde scenario's gehad als 93, 95. En dan is het daarom ook maar goed, grensmaat, dat zo'n verschil maakt en allemaal die andere projecten. Ja. Ja, meneer Schaak-Koks, ik kom even bij u, want u kent u natuurlijk ook als burgemeester van Sittard-Geleen. En daar werd u onder andere geredderd voor al uw werk dat u deed met de jeugd, voor de cultuursector. Dus u herkent als geen ander die saamhorigheid die we nu zagen in de provincie. Samen de schouders eronder zetten, juist op zo'n moment dat het ertoe doet. Wat vindt u van de scènes die we hebben gezien de afgelopen dagen? Ja, ik heb veel gezien en ook veel, ook 's nachts, 's avonds, geluisterd naar L1 radio. Daar kreeg je ook al deze berichten door. Voor mij, ik had er alle vertrouwen in. Daar ben ik nooit bang voor geweest. Zeker niet in Limburg, maar ook geldt al voor heel Nederland.
Als mensen zien dat andere mensen in de problemen zitten, dan gaan de schouders daaronder, waar ze nou ook wonen, welke kleur ze ook, welke afkomst ze ook hebben. We helpen elkaar, ondersteunen elkaar. En in Limburg in het bijzonder, en ik heb het overal gezien, in heel, heel de provincie. Mensen zijn, worden daardoor geholpen, worden daar ook door gestimuleerd. Emotionele scènes die je ook in Valkenburg zag. En toch bleven de mensen iedereen bedanken voor het feit dat ze allemaal meegeholpen hebben. En nu ook met man en macht proberen bijvoorbeeld kerken schoon te krijgen, et cetera. Ja. Dus wat dat betreft hebben we ons goed naar voren kunnen brengen. En we kunnen voortbouwen op het geheel. In mijn eigen gemeente is in verhouding heel weinig gebeurd in IJzermargraten. Maar daar waren mensen ook alert. En mensen zijn bezig geweest om met zandzakken ophalen bij de gemeente. Om bij de buren te leggen. Waar het uiteindelijk niet nodig is geweest. Maar wat dat betreft is de bereidheid om het ouderwetse normalschap invulling te geven. Was nadrukkelijk aanwezig. Ja, mooi fenomeen inderdaad deze dagen. Ja. We kunnen naar Tom Doesborg. Die is in de regio Venlo, in Arsen, en ziet daar de mensen langzaam terugkeren. We lopen met Roger Hamelers, zien we drie binnen. Roger, moet het goed doen, dat het nog druk is allemaal, hè? Ja, je bent zo opgelucht. Ja, opgelucht? Ja, heel erg. Dit is zo fijn. Ik ga nu even kijken wie het hier met het water is in de gats. Want dat is eigenlijk water wat door de dieken komen kamp. En dan kun je ook zien dat de schot op dit moment gewoon niet voldoen. We hebben een verleg gehad met de ondernemers. Vandaag nog. En gelukkig is de noodverordening weg. Dus we gaan morgen met alle maanden gaan we zorgen dat we de zaken weer schoon hebben, netjes, in orde. En vanaf dinsdag zien we weer topgasvrij in Arsen om iedereen weer netjes te kunnen ontvangen. Eigenlijk moeten gewoon alle toeristen nu naar Arsen komen, toch? Ja, allemaal, die kunnen we niet kwijt. Maar het is natuurlijk fantastisch als de mensen ons komen bezoeken. En er zullen ongetwijfeld straks nog wel wat dingen zichtbaar zijn van de ongelofelijke prestatie van de mensen in het dorp. De zandzakken zullen hier natuurlijk ook nog overal liggen. Dus dat kan ook een toeristische attractie zijn? Ja, ik weet uit ervaring van 1993 en 1994 dat heel veel mensen altijd dan komen vragen van hoe hoog heeft het water gestaan? En dan moeten we dan in het Nederlands en in het Duits en in het Engels en in allerlei talen moeten we dat de mensen uitleggen. En dat duurt gewoon een half jaar en dan heb je dat langzaam weg. Dat brengt weer vuur en leven in Aarsen. Dat brengt moet ik feliciteren, of is dat raar? Nee, dat moet ik zeker feliciteren. Want ik denk dat wat ik al zei, enorm trots zijn op wat we gepresteerd hebben. We hebben het teruggehaald. En ik heb natuurlijk ook heel veel compassie met alle collega's waar het niet gelukt is, want dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik hoop dat het hun ook goed gaat en dat we zeker in Limburg met z'n allen veel toerisme mogen ontvangen. En dat we er weer goed bovenop komen, dat is het belangrijkste. Ja, inderdaad, mooie beelden dus uit Arsen met schotten van Waterschap Limburg, hoorde ik Patrick van den Boek zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Dat waren ze? Ja. Ja, dat waren ze. En in Arsen is ook een van die plekken, ook een van die 16 plekken waar we echt nog aan de slag moeten. Ja. Maar de schot hebben wel geholpen. Dat kunnen we. Ze hebben gewerkt. Zeker. Dat is goed om te zien. Ja. De Volta Limburg Classic die zou eigenlijk vandaag gehouden worden in deze gemeente. In dit gebied dat u hier achter mij ziet, achter de Bemelerberg. Maar het ging niet door, want de politie, de hulpdiensten hadden andere prioriteiten. Niet gepast om vandaag door de regio te fietsen. En dat was jammer, want de organisatie had er alles aan gedaan om na deze coronatijd, of eigenlijk nog steeds in deze coronatijd, nog steeds een veilige koers te kunnen organiseren. Kim Langenslag maakte een ronde met de organisator. Nu lopen we 25 meter voor de finish. We lopen eigenlijk tegen het parcours in, richting de Maas. Dus hier had het moeten plaatsvinden, hier had het moeten gebeuren. Maar de koers werd afgelast, want wie wil er nou een wielerwedstrijd als de hele provincie op zijn kop staat door het hoge water en overstromingen? We organiseren een wielerwedstrijd en natuurlijk hebben wij die ook leed. En we gaan komende week kijken wat nu precies de gevolgen zijn voor ons als Volta Limburg Classic. Maar dat leed staat niet in verhouding met het leed wat heel veel mensen in Limburg natuurlijk hebben en hebben gehad. De tientallen vrijwilligers van de Volta waren heel hard nodig elders in de provincie. Werden wij en de verkeersregelaars gebeld door de gemeente van kunnen jullie ons komen helpen? De stichting Sportdokters, de ambulance dienst die wij ieder jaar inhuren, die waren nu ook vrij. Dus die hebben verpleeghuizen, verzorgingshuizen geëvacueerd. In IJsden zijn de bewoners snel opgekrabbeld na het hoogwater van donderdag en vrijdag. De zandzakken staan er nog en het hielp, want het ergste Maaswater werd buiten de deur gehouden. Het werd wel spannend van ja, hoe erg gaat het worden en hoe hoog komt de Maas?
Voel je toch dat je een beetje geluk hebt gehad? Heel erg, ja. Want dit terras verdween wel onder water, maar daar bleef het bij, gelukkig, voor dit restaurant. En gisteren zijn we vroeg begonnen met de modder weg te halen, het terras vrij te maken. En om 3 uur zaten de mensen weer. Het is voor de organisatie van de Volta de 3e keer dat de wedstrijd niet doorgaat. Vorig jaar, in april dit jaar en nu opnieuw niet. Toch maakt Pakbier zich geen grote zorgen over de financiën. Het zal waarschijnlijk wel richting die tienduizenden euro's gaan. Maar dat ligt ook een beetje aan hoe het natuurlijk met de gemeente, de sponsoren en de leveranciers hieruit gaan komen. En de bewoners van IJsden die hebben respect voor de beslissing om de wedstrijd te annuleren. Mensen zijn blij dat ze weer veilig naar buiten kunnen of dat hun dorp weer gewoon toegankelijk is. En dan wil je even niet de hectiek van een wielerwedstrijd hebben. Dus het is vervelend, maar er zijn ergere dingen. Ja, ik denk dat ze er goed aan hebben gedaan. Ja, dat was een duidelijke conclusie. De situatie in Limburg is natuurlijk moeilijk, maar de situatie is nog veel erger in Duitsland. Tientallen doden in Noord-Rijn-Westfalen. En daarover praten we met Claudia Zimmerman. Lange tijd correspondente voor een Duitse publieke zender hier in Nederland. Mevrouw Zimmerman, we leven natuurlijk allemaal mee. Ook met wat er gebeurt op dit moment bij de buren. Hoe kan het daar zo misgaan? Ja, er zijn intussen verschillende experts die zich natuurlijk nu allemaal te woord melden. En het is een combinatie van factoren, daar gaan experts van uit. Ten eerste is het grote verschil met Nederland. Nederland en vooral Zuid-Limburg heeft de Maaswerken, heeft daar heel veel geld in gestopt, miljarden in gestopt. En in Duitsland, dus die regio die we hier ook nu zien, is de regio Rijnland-Pfalz, dus Ahrweiler, daar was het heel erg. En dan Stolberg, dus in Noord-Rijn-Westfalen, de regio waar ook de mijnen vroeger waren. En dat zijn eigenlijk regio's waar het best wel een beetje armer is. Dus dat zijn niet de regio's in de steden waar heel veel geld in gestopt wordt. Dus experts zeggen, het ligt eraan waarschijnlijk ook een beetje dat men de infrastructuur een beetje heeft verwaarloosd. Dus men had eigenlijk meer geld moeten stoppen in de infrastructuur. Ook wat betreft het water de verleden jaren. Er zijn heel veel riviertjes ook recht gemaakt worden. Dus dat wat eigenlijk Nederland al jaren geleden heeft gedaan. Dus weer de rivieren in hun oorspronkelijke bed laten terugkeren. Dus dat zijn allemaal fouten die men in Duitsland gemaakt heeft. Dus dat zeggen de experts. Ten tweede heeft men te laat gewaarschuwd. Daarom ook meer als 159 doden tot nu toe. En heel veel mensen zijn nog vermist. Er zijn ook een paar brandweerlieden bij. Er werd te laat gewaarschuwd. En dat komt zelfs van de Europese waarschuwingsdienst, vlootwaarschuwingsdienst. Ik heb de naam opgeschreven, de zogenaamde EFAS. Dus de directrice van de EFAS heeft in Londen vandaag gezegd dat het ook echt een fout was van de van de experts in Duitsland, dat ze te laat hebben gewaarschuwd. Want eigenlijk had men al vrijdag gezegd dat het dat moet worden geëvacueerd. En dat is veel te laat gebeurd. Dus ik denk dat zijn echt grote factoren daarvoor dat het in Duitsland toch een beetje anders uitziet. En ja. Nog meer schade. Ook veel oude huizen. Dus in Duitsland heb je heel veel van die oude vakwerkhuisjes die langs die riviertjes staan. Dus waarvoor ook veel toeristen komen. Ook in Ahrweiler, veel Nederlanders hebben daar ook vakantiehuisjes. En die oude vakwerkhuisjes, die zien wel heel mooi uit. Maar die zijn vaak echt heel erg oud en ook soms een beetje wankel. Of ja, er is soms ook een beetje ouder onderhoudsachterstand. Ja. En ze liggen heel direct bij de riviertjes. Ja, en ondanks het feit natuurlijk dat er zoveel schade was in Duitsland, bleek toch de afgelopen dagen dat juist die Duitse buren kwamen helpen in Nederland op het moment dat het hier kritisch werd. Zo was er een voorbeeld in Bezel, fantastisch om te zien, waar Duitsers en Nederlanders samen probeerden om de dijken te versterken. Dit was Bezel. Wir haben genau wie die Gemeinde Bezel auch ein Problem mit Wasser gehabt. Das heißt also, die Regenfälle der letzten Tage haben uns sehr, sehr arg mitgespielt. Das haben wir aber gestern in den Griff bekommen und in einem Telefonat mit Bob Fostermans und mir stellte sich heraus, dass die Gemeinde Bezel vielleicht heute Probleme haben könnte. Und dann haben wir vereinbart, dass wir, wenn es möglich ist, uns gegenseitig helfen. Ja, we waren met vrienden bij elkaar. En dan zijn we opgetrommeld hier om zandzakken te leggen.
Ja, fantastische en hartverwarmende beelden inderdaad in Wezel. En mevrouw Tiemann, nog even terug bij u. Als het zou kunnen, wat hebben we het ergste gezien? Laat me dat vragen in Duitsland. Of kan het nog erger? Ik denk wel dat nu de grote opruimwerkzaamheden beginnen. En zoals we ook in die film hebben gezien, de hulpvaardigheid onder de mensen is ongelooflijk. De mensen helpen elkaar. Kamers worden aangeboden, hotels worden aangeboden zonder te betalen. Mensen komen uit Hamburg om te helpen. En dat vind ik, dat is dan weer eigenlijk, het is een hele grote ramp. Maar we zien wel weer dat mensen, als ze samenhouden, echt tot heel veel in staat zijn. En dat vind ik dan weer waar ik zeg, ja, daar hebben we wel weer ook een teken gekregen dat we samen heel veel kunnen bereiken. En ja, ik hoop dat het ergens achter de rug is. Ik ben ook geen weerexpert, maar ik denk dat wel in de toekomst iedereen beter voorbereid is. Claudia Zimmerman, hartstikke bedankt voor uw tijd. We praten nog even verder hier aan tafel, want met name die situatie in Bezel duurt. Heeft geholpen, die Duitse hulp? Ja, zeker. En het is ook op andere plaatsen dat dat ook gebeurt. En ja, we maken wel eens vaker grapjes over Nederlanders en Duitsers. Maar als het erop aankomt, zijn we gewoon buren van elkaar en helpen we elkaar. En dat zie je hier ook. Fantastisch. Ja, bleek ook in de coronacrisis natuurlijk. Daar heeft dat ook heel erg goed gefunctioneerd. Ja. We kunnen naar Frankrijk, naar Maurice Jesse. Die heeft vandaag gekeken naar de Tour de France. Die heeft ook meegekregen wat het sentiment is in Parijs. Of de overwinning van Wout van Aert er überhaupt nog toe doet, Maurice. Ja, en dat je toch ook wel met een beetje gemengd gevoel, denk ik, in Parijs staat. Ja, Maurice, de Tour 2021 is zojuist hier geëindigd. Wout van Aert wint voor team Jumbo-Visma nog eens een etappe. En dat is mooi voor Mike Teunissen, de Limburger in die ploeg. Die ziet namelijk dat zijn werk, wat hij toch de afgelopen 3 weken heeft gedaan, toch ruimschoots beloond is geworden. Pogacar wordt de eindwinnaar. En dan die andere Limburger, Wout Poels, heeft het goed gedaan. Heeft volop gestreden voor de bolletjestrui. En heeft die net niet kunnen halen, omdat die Pogacar toch iets sterker was. Maar dan die andere Limburgse topsporter vandaag, Max Verstappen. Die ging met hoge snelheid uit de bocht. Gelukkig gaat het allemaal goed met hem. Maar ondanks dat had hij vandaag toch oog voor het leed wat de Limburgers in onze eigen provincie hebben door de watersnoodramp. Als je ook die mensen spreekt, ja, hun hart is natuurlijk gebroken. Dus ja, ik hoop natuurlijk dat ze er natuurlijk heel sterk uit kunnen komen, maar het is op dit moment natuurlijk echt een enorm drama. Ja, een enorm drama, zei Max Verstappen voor de race, dus begrijpt u. Maar mooi dat hij in ieder geval nog meeleeft met de mensen in Limburg en natuurlijk Montfort, waar hij zelf ook zijn wortels heeft. Hier aan tafel zat de afgelopen weken ook Gert Jacobs. Die komt natuurlijk eigenlijk uit het noorden, maar is ook een beetje van ons geworden. Een beetje Limburgse ambassadeur. En ook Gert leeft mee met ons allemaal. Lieve Limburgers, met jullie daadkracht, onverzettelijkheid en de manier van samenwerken overwinnen jullie ook deze strijd. Emma Kok zong het pure warrior. Jullie zijn allemaal warriors. Giro 777. Warriors. Ja, duidelijke woorden dus van Gert Jacobs. Ja. En Giro 77 gaat echt heel erg goed. Miljoenen die stromen daar binnen, dus dat is fijn om te horen. Als u nu terugkijkt, meneer Cox, op deze dagen, hè, wat toch een beetje onwerkelijk is, want we zitten hier in Bemelen, het is mooi weer, we zitten in een heerlijk zonnetje, het krijgt iets heel irreëels. Wat blijft er over? Wat blijft er hangen? Nou, die beelden blijven altijd hangen. Ik herinner mij, toen was ik nog niet geboren in 1953, die beelden van wat er toen gebeurde in Zeeland, die komen elk jaar weer terug, die blijf je herinneren. Wat mij bijblijft is, en daar zouden we met elkaar over moeten praten, is van wat is de oorzaak, zoals in Duitsland het nu gedaan hebben. Het heeft ook economische oorzaken, heb ik nadrukkelijk begrepen van de journalisten. Dat kan ons ook overkomen, om het zo maar even te zeggen. Maar vooral ook wat mij bijblijft is de verhalen die je nu leest, dat daar waar wij nu ook met het waterschap en ook in de grensmaas, denk ik, structureel goede werken opgezet hebben de afgelopen jaren en ook het resultaten nu duidelijk zichtbaar zijn, dat we ons ook moeten voorbereiden op datgene wat, ja, ik noem toch maar even de klimaatproblematiek en alles wat eruit voortkomt, de onzekerheid, de golven die komen. Er stond gisteren in de krant nog een uitgebreid artikel over dat daar waar wij nu altijd lineair in denken zijn van nou, als het daar begint,
komt de volgende stap daar naartoe. Maar in de tussentijd, door de invloeden van alles wat er is, van de beekjes, zoals Patrick daar zei, en noem maar op, ook van de hevige regenval, ja, daar moeten we met elkaar toch mee leren omgaan en toch proberen naast de civiel-technische werkzaamheden ook proberen met elkaar ook gezamenlijk daar een vuist tegen te maken. En hoe het moet, weet ik niet. Mm. Ik moet met die oude brompot uit Zaltbommel, of waar komt die vandaan, daar moet ik wel mee lachen. Je kunt wel zeggen dat het niet dat de oorzaak is, maar ik ben echt benieuwd wat daadwerkelijk de oorzaak is. In ieder geval met elkaar blijven praten, milieuorganisaties, de overheden, waterschappen, industrie, de bedrijvigheid, om ervoor zorg te dragen dat dat niet meer kan voorkomen in die mate zoals het nu heeft plaatsgevonden. Ja. Ga ik nog even naar de dijkgraaf, naar Patrick van den Broek. Want in Valkenburg ging het verhaal rond van ja, die plotselinge verhoging van de waterstand, die had ook te maken met het feit dat er een stuw zou zijn waar een storing was voor Valkenburg. De meetpalen functioneerden niet meer zo snel, niet meer, doordat het water zo snel steeg. En daardoor functioneerde die stuw niet meer goed. Zit daar een waarheid in? Nou, mij is dat in dit geval niet zo bekend. Maar linksom, rechtsom, hè, het is in één keer zo'n ontzettende bak water. Dat alle peilingen en dergelijke hebben het meer zo ook gezien. Dat sloegen zelfs de meetpalen sloegen gewoon op tilt. Omdat ze niet ontworpen zijn om zo'n snelle stijging te realiseren. En ja, dat merk ik op een heleboel andere plekken. Je zag ook bij Rijkswaterstaat dat peilingen op een gegeven moment ook uitlagen. Dan gaat er wel een enorme stress door je organisatie heen. Van hoe gaat dat nu verder? Die dingen die gebeuren in echt zo'n rampsituatie. Ja, en meneer Verhoeven, heeft de wind in de rug? Nu, op dit moment, met die laatste restjes. Nou ja, de wind in de rug. Het gaat goed met het project. En dit is een situatie geweest die in ieder geval heeft bewezen dat het project werkt. Ja, tot 2027. 2027 gaan we door. Ja. Ja. En wat zit er nog aan te komen nu? Wat is het belangrijkste? Wat heeft de prioriteit? Voor ons is het belangrijkste het project natuurlijk gewoon afronden. En daarna samen met de betrokken overheden om te kijken naar Maastricht en Roosteren. Voor de toekomst toch nog het project robuust kunnen afsluiten. Prima. Goed, het waren wat dat betreft dus inderdaad 4 onwerkelijke dagen. Ik ga u in ieder geval nog even vertellen dat L1 rampenzender is nog altijd overdag. Maar dat vanavond vanaf 11 uur stopt. En dan morgen vroeg pikken we het weer op. De collega's van de radio die zijn al 88 uur dadelijk achter elkaar bezig. Ja. Hier zitten ze op dit moment dus live op de radio. En ook op de online redactie van L1 wordt er eigenlijk al dagen gewerkt achter elkaar. Hou eens inderdaad vast. En het applaus hier aan de tafel is zeer terecht voor iedereen. Want we tillen wat dat betreft inderdaad bijna een beetje boven ons gewicht. Het waren in ieder geval 4 hele opmerkelijke dagen. En we hadden het net hier aan tafel over de stresstest voor de dijken. Ja, die lakmoesproef, zoals het genoemd werd, was er natuurlijk ook wel een beetje voor onszelf. Voor de mensen, voor de Limburgers. En ik denk wel dat op deze zondagavond we mogen concluderen dat we voor die stresstest wel met vlag en wimpel zijn geslaagd. De dijken versterken, schouder aan schouder met de jongens en meisjes van Defensie. De duizenden vrijwilligers natuurlijk die in actie waren om Limburg veilig en droog te houden. Erik Wijnhoven die zette de emoties, de beelden van de afgelopen dagen achter elkaar zoals hij dat eigenlijk alleen kan. En dit zijn die 4 onwerkelijke dagen zoals we de afgelopen week hebben beleefd. Goedenavond. Limburg maakte zich vandaag op voor wateroverlast. Er komt dus heel wat regen aanzetten, 70, 80 millimeter. Heel belangrijk natuurlijk ook van komen die in een wat langere periode of komen die in een hele korte periode. Maar ik kan wel zeggen, we zijn er wel klaar voor. Ondergelopen snelwegen, huizen, kelders, tuinen, het was flink raak. This is a story that I have never told. Nog nooit meegemaakt. Ja, gewoon niet. Je dacht, zo snel zo gewoon. I gotta get this off my chest to let it go. Ik heb wel de watersnood meegemaakt, 53. Maar wat we hier hebben meegemaakt, nooit gehad. De echte problemen die begonnen gisteravond toen de Geul buiten zijn oevers trad in Valkenburg. Dat was rond 1:10. All the pain and the truth, I wear like a battle wound. So ashamed, so confused, I was broken and bruised. We moeten tot de conclusie komen dat ook in Roermond de wateroverlast gaat plaatsvinden.
spullen naar boven toe en het adresje weer nog het water. In Roermond zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Out of the ashes, I'm burning like a fire. Over 10 minuten zijn we weg. We hebben gezamenlijk besloten dat het verstandig is om geen enkel risico te nemen en het ziekenhuis te evacueren. Verlaat uw woning zo snel mogelijk. Cause all the pain and the truth I wear like a battle wound. So ashamed, so confused. I'm not broken or bruised. Maar het is ook formeel een ramp in de zin van de wet. In Hoorn, daar heeft een nooddijk het begeven. Met zandzakken werd een dijk opgeworpen om de omgeving te beschermen. Maar die was niet bestand tegen de waterdruk en dus loopt het water weg. Om 8 uur aan zonder water, op 3 uur tijd. Dat is onvoorstelbaar. Hoe bezig zat hier zandzakken te luien? Vrachtwagens met zandzakken gebracht, alles. We willen eigenlijk iedereen bedanken die ons geholpen heeft, maar het heeft niet mogen baten. Brabant heeft de brandweer een koe uit het water gered. En die heeft een lange tocht achter de rug, zeker 100 kilometer. Maar ik heb 2 andere dag geen traan gelaten. I'm stronger than I've ever been. And my armor is made. Wordt wel dringend verzocht om te evacueren. Dus ik denk, ja, bijna iedereen hier gaat ook wel evacueren. De zorgen om de druk op de dijken, met name Noord-Limburg, die zijn nog zeker niet voorbij. Welkom thuis. Dankjewel, dankjewel. Het lang genoeg gedoe. You can never hurt me. Again.